dat er een positief effect is van biologische landbouw. Er zijn een aantal studies waarin je negatief iets hebt op een bepaalde groep insecten. Soms vind je geen effect. Hè? Dat is wat Jos ook al zei. Soms zit die traditionele landbouw heel dicht bij elkaar. Misschien als je in Bulgarije biologisch vergelijkt met traditioneel, dat je minder verschil vindt omdat de omgeving nog zoveel levert. Maar in het algemeen is het super duidelijk. Ja. Of je nou die bij er echt mee redt, is natuurlijk de vraag. En dan is ook de vraag over welke bij je het hebt eigenlijk. Heb je het over de honingbij waar Jos dagelijks mee werkt? Of heb je het over alle bijen of over alle insecten? Dat hebben we het straks nog wel over. Ja, ja. Ja, jij noemt nu zelf dan de honingbij. Er is natuurlijk ook al een discussie gaande over de honingbij. Kan het niet zo zijn dat ook de honingbij soms bijdraagt aan het verdringen van insecten? Waar ja. we het eigenlijk een beetje voor willen doen ook met z'n allen. Hoe zit dat ja. precies? Nou, dat is ook heel duidelijk dat af en toe zo is. En eigenlijk kan je het vergelijken met... je bent allemaal wel eens bij een soort buffet geweest, hè, op een trouwerij of een receptie. Nou, als je dan met heel veel mensen bent en weinig eten, dan heb je een probleem. En dan ben je gewoon met te veel voor het eten. Nou, dat is eigenlijk in ons landschap ook. Dus die kaalslag in het landschap, die Jos ook al noemde, die zorgt ervoor dat vooral voor de insecten er heel weinig bloemen zijn in dat grasveld. Maar ook de tegelterreur in de stad is ook enorm hoog. Dus we hebben heel weinig bloemen en daardoor heel weinig voedsel voor die insecten. Ja, en dan krijg je heel snel competitie. Ja. En dat is heel duidelijk dat het zo is. Dus de dichtheid van honingbijen bijvoorbeeld in Amsterdam is ontzettend veel hoger dan het ooit in de natuur zal zijn. Ja. Maar dat is dus op te lossen, dat is niet alleen maar op te lossen door goed te kijken naar die verhouding van die honingbijen, hoeveel zet je er neer, maar ja. ook heel erg naar hoe ga je met je landschap om. Ja. Ik wil zo ook nog wel even gaan naar een aantal vragen die ondertussen in de chat gesteld worden. Maar ik ben toch ook wel even benieuwd naar de reactie van Jos hierop. Jos, hoe zit dat met onze honingbijen? Verdringen die niet ook insecten? Ja, dat is een hele goede vraag en die wordt ook vaak gesteld. En ik zeg dan altijd van, ik denk dat het niet zo is. Waarom zeg ik dat? Omdat wij heel weinig bijenvolken plaatsen bij onze boerderijen. Dus eigenlijk maximaal 3 volken, ook zelfs bij grote boerderijen. Dus heel beperkt en dat doen we ook heel bewust. Verder, ja, dus ik heb eigenlijk maar 1 locatie van die 26 locaties waar ik wel redelijk wat volk heb staan. Omdat dat eigenlijk mijn kraamkamer is, waar ook de jonge zwermen zeg maar grootgebracht worden. En die worden later dan verspreid over het land. We hebben wel heel veel honingbijen in Nederland, hè? Iets van 70.000 volken. En toch zou ik ook nog willen benoemen dat de honingbij, vind ik, de inheemse honingbij, een bedreigde bijensoort is. En dan heb je het over de zwarte bij. Ja? Maar goed, dit wordt misschien te technisch. Hè? Maar eigenlijk de zwarte bij die hier van oorsprong leeft, dat is wel degelijk een bedreigde diersoort. Omdat een heleboel imkers die werken met carnica en bukvastbijen, die hier helemaal niet thuis horen van oorsprong. En die eigenlijk zeg maar, de balans enorm verstoren. En ook de gezondheid. Maar dat even terzijde. Maar klopt het, Jos, dat Odin claimt dat de Odin-bijenvolken juist bijdragen aan de biodiversiteit? Hoe zit dat dan? Dat lijkt me ook weer duidelijk. Hè? Dat is het plaatje van zeg maar, de insecten. Dus het zijn niet de honingbijen alleen die zorgen voor bestuiving en ook voor de wilde natuur. Maar dat doen een heleboel andere insecten ook. Dus daarvoor zijn ze wel degelijk heel belangrijk. En dan zijn ze belangrijk, ja? Nou ja, en verder is het natuurlijk zo dat als je van dragen die... Wat dragen ze nog verder bij? En natuurlijk dragen ze bij ook aan die biodiversiteit. Omdat we werken samen met de boer aan die verbetering van die biodiversiteit. Aan het bewustzijn van de boer. Dat hij andere keuzes maakt. Dat hij kijkt wat daar... langs de akkerranden staan. Dat die let op wat voor uitgangsmateriaal hij neemt, et cetera, et cetera. En Mari, het is overigens ook zo, en Jos, dat als je... Er is ook een direct effect van die honingbijen. Vooral als je nou bedenkt, je hebt een landschap waarin weinig insecten voorkomen. Als je daar juist honingbijen zet, dan die leveren natuurlijk heel veel bestuiving. De honingbijen bezoekt eigenlijk vrijwel alle planten die er zijn. Mm-hmm. En die bestuiven ook al die planten. Levert vruchten en zaden op, die weer op de grond vallen en weer... extra bloemen en planten leveren en voedsel voor vogels. Dus vaak is de honingbij om het systeem weer aan te slingeren,
een hele goede optie. Dat zo proberen ze ook in de Sahel bijvoorbeeld met honingbijen dat te doen. Omdat die dan heel snel die zaadvoorraad van die natuurlijke vegetatie op gang brengen. En dat kan ja. natuurlijk met de wilde bijen ook, maar dat duurt wat langer. Want ja, die moeten in de grond nestelen en allerlei andere dingen doen. Ja. Ik wil bovendien, graag even naar... misschien nog even een kleine toevoeging. Bovendien reizen wij niet met onze bijen. Dus we zijn geen honingjagers. Dus we laten de bijen juist, we geven hun juist de kans om zich aan te passen aan de lokale omstandigheden. En daar horen ook de andere insecten bij. Ja, ik wil graag even naar een paar vragen en opmerkingen gaan. Ik zie van Pieter van Gurp, heide is oud cultuurlandschap. Dat klopt, dat lijkt mij een constatering. Dus in die zin, dat was volgens mij uit het begin toen we even heide noemden als een soort van oorspronkelijk gebied. Maar dat is natuurlijk niet helemaal het geval. Ik denk dat daar even over ging. Ik zie een vraag van Gert. Dat geldt trouwens voor een heel groot deel van onze natuur. Hè? Dus bij natuurmonumenten besteden we denk ik de helft van het geld aan natuurbeheer aan het tegengaan van natuurlijke ontwikkeling. En dat klinkt heel gek, maar als je niks doet in Nederland, wordt alles bos. Punt, gewoon. Dus dan verlies je inderdaad veel van de graslanden, de heidevelden, van alles, stuifduinen. De duinen begroeien nou met bos, vooral omdat er veel stikstof is en het warmer wordt. Dus het is ook, natuurbeheer is echt een keuze ook. Het is niet allemaal maar natuurlijk laten gaan. Het is echt een keuze, het is hard werken, kan ik je vertellen. Om die soorten een beetje in Nederland te houden. Ja. Ik zie een vraag van Gertie. Hoe maak je een kruidenrijke hobbyweide waar een paar schapen goed op kunnen grazen? Zal ik daar iets over zeggen? Of wil Jos er iets over zeggen? Het ligt eraan wat je beginsituatie is. Als je begint dus zo'n grasveld is met alleen maar Engels rijgras, dan kan je het beste denk ik nog wel wat extra inzaaien. Hè? De kruidhoek werd al genoemd en andere. Als je gewoon een redelijk grasveld hebt, kan je via beheer, dat duurt wel even, maar kan je dat best wel veel, kan je dat verrijken. Als je maar gericht maait en afvoert. Want er valt zoveel stikstof uit de lucht, dat is veel te veel mest eigenlijk, voor de vele soorten in een grasland die eigenlijk weinig voedsel nodig hebben. Dus als je maait en afvoert is belangrijk. Je kan ook sinus maaien, dat heb je wel eens gehoord waarschijnlijk, hè, als een dronken man, vrouw op de maaimachine zitten. Dat is heel belangrijk, want hoe diverser je grasland is in hoogte en alles, hoe meer soorten daar hun plek kunnen vinden. Ja. Overigens, op 20 mei zullen we een webinar hebben, dat zal Jos leiden, over de vraag hoe je zelf in je eigen omgeving de bijen en andere insecten kan helpen. Dus daar wil ik ook iedereen graag naar doorverwijzen als je daarover vragen hebt, hoe je daarbij kan helpen. Ik zie nog Pieter van Gurp. Als we dit allemaal weten, wat doen we er dan aan? Zelfs als gewone consument met niet meer dan 750 vierkante meter goed verzorgde tuinbodem. Ja, het komt een beetje neer volgens mij op de vraag ook weer van wat kan ik zelf doen? Ik hoop dat je het niet heel erg vindt, Pieter, maar ik zou dat graag heel graag op terug willen komen in het volgende webinar van 20 mei. Wat dus heel erg ingaat op wat kan ik in mijn eigen omgeving doen? Ik kan me voorstellen dat er best veel vragen over zijn. En het is ook heel erg interessant. Daarom hebben we er ook een apart webinar aan gewijd. En vooral nu focussen op de vraag. Helpt, kun je met bio de bij en andere insecten redden? Dus ik hoop, Pieter, dat je het niet erg vindt dat we ons daar nu op focussen. Ik zie nog een vraag van Piet. Die refereert aan die concurrentie waar we het net over hadden. Ja. En of er eigenlijk wel wetenschappelijk onderzoek aan gedaan is. Ja, dat is er. En het wijst heel duidelijk uit dat in veel gevallen dat er echt concurrentie is. En dat ligt dus vooral omdat die verhouding tussen het voedselaanbod en de hoeveelheid voedseletende bijen, dat die uit balans is. Het blijkt ook bijvoorbeeld, hè, er wordt nu gekeken naar de biesbos, waar duizenden volken staan, ook van Nederland, maar ook uit Duitsland en België. Ja, dat heeft een enorm effect op het systeem waarschijnlijk. Mm-hmm. Maar er is dus vrij veel wetenschappelijk onderzoek dat laat zien dat in een aantal gevallen het geen effect heeft. Maar als er een effect is, is het bijna altijd negatief. Behalve in het geval van de honingbijenvolken. Gaan we even vanuit. Maar dankjewel voor het punt. Het is inderdaad wel een belangrijk punt om te maken, lijkt mij. Ik zie nog een iets meer technische vraag, maar misschien kan Jos er even op ingaan. Goedenavond, met welke
bijensoort imkeren jullie bij Odin? Is de inheemse donkere bij sterker dan de bukvast of de carnica? Ik weet niet eens wat een bukvast of een carnica is, dus misschien kan je daar kort op ingaan, Jos. Nee, wij imkeren gewoon met de huistuin en keukenbij. En belangrijk is dat je die bij gewoon op de plek waar je hem plaatst zich laat aanpassen. Dus niet, met name je niet bemoeit met de bevruchting. Dus en Jos, dat is waarschijnlijk dus een mix, hè? Dat is een mix van alles wat er in de buurt leeft. Exact. Ja, zo is het. Dus je krijgt een mix. Dat is wat je krijgt. Hè? Die inderdaad situationeel is. Ja. Ik kan, want even, Mari, je vroeg naar die buckfast en de carnica en zo. Honingbij is één soort, hè? Je hebt dus heel veel soorten. In Nederland heb je 360 soorten bijen, waarvan één is die honingbij. En binnen die honingbij heb je allerlei, die komt voor in heel Europa, Noord-Afrika en tegenwoordig op de hele wereld. Maar, en die heeft verschillende rassen. Dat zijn zeg maar lokale varianten die aangepast zijn aan de omstandigheden. Nou, dan had je er één in oostelijk Europa, die heette carnica. Dan heet er eentje hier, Apis mellifera, mellifera heet die dan. Apis mellifera heet de honingbij. Dan heb je ook nog allerlei andere. Eentje uit Italië, die heel populair is in Nederland. En allerlei andere dingen. Buckfast is een ander grappige. Vind ik een heel grappig verhaal eigenlijk. Want een brother Adam, dus een broeder in een klooster. Die vond blijkbaar dat, ik weet niet of ik iemand beleden, dat God het niet goed genoeg had gedaan heeft. Want die heeft zijn eigen bij geknutseld. Die heeft van alle bijen in de wereld de kenmerken die hij leuk vond bij elkaar gezet. En dat deed hij op Buckfast Abbey. Dat is in het zuiden van in Devon, in het zuiden van het Verenigd Koninkrijk. En die heeft daar tientallen jaren besteed aan het knutselen van zijn favoriete bij. En die bij die is dus heel rustig en die produceert goed. En dat is een hele fijne bij om te hebben als imker. Dus daarom Buckfast. Dat is een gekke naam, maar dat is genoemd dus naar dat klooster waar die broeder Adam 20 jaar geknutseld heeft. Oké, dankjewel. Leuk om te weten. Ik zie nog een opmerking van Pieter Sandel, maar we het er ook over gehad. Honingbij als kanarie in de kolenmijn geeft bewustzijn van de biotoop. Dat is inderdaad een beetje het doel van de Odinbijenvolken. Wij noemen onze honingbijen ook wel eens ambassadeurs van de insectenwereld. Je moet er dus niet te veel hebben. Dat heeft Koos al wel duidelijk gemaakt. Maar in beperkte mate merken wij echt wel, en dat kan je denk ik wel Jos bevestigen, dat het ook de boeren bewustzijn geeft van, hun, van de omgeving, van de draagplanten, van alles wat de bijen nodig hebben, toch? En andere insecten. Nou, toen wij begonnen met de Odinimkerij, hebben we eerst een aantal jaren stuifmeelonderzoek gedaan in samenwerking met het Louis Bolk Instituut. Dus dan ging ik iedere maand, het hele jaar, het vliegseizoen lang, hebben we dan stuifmeel genomen uit de volken. En dat presenteerden we aan de boeren. En dus we hebben jarenlang, en dat doen we eigenlijk nog steeds, overleg met de boeren. En dan is dat nou die boeren die, ja, je valt af en toe van je stoel af, zeg maar, als je die verschillen dan ziet. Ja, dus dat je op de ene plek maar 7 soorten vindt en de andere 23 verschillende soorten stuifmeel. En het is natuurlijk nog leuker als je gewoon dan gaat kijken van hoe die bijen het dan doen. Ja, dus de boeren zijn altijd zeer geïnteresseerd in van hoe doen de bijen het. En dat heeft natuurlijk gevolgen voor hoe je daar rondloopt. En je ziet ook boeren door de jaren heen steeds meer maatregelen nemen om de bijen te ondersteunen. En dus andere insecten ook. Ik heb het altijd over de bijen, maar ik heb het gewoon over de hele insectenwereld. Maar ik ben het mee eens mee dat het een enorm goede ambassadeur is om het hele verhaal te vertellen. Maar toch ben ik het niet mee eens dat een kanarie in de kolenmijn is. Want de kanarie in de kolenmijn is een teken dat het slecht gaat. Nou is de honingbij essentieel anders dan al die andere bijen. Waarom? Ja, de honingbij is eigenlijk gewoon een landbouwhuisdier. Hè? Dus die wordt gehouden door een imker. Die zorgt ervoor, net zoals dat de boer zorgt voor zijn kippen en koeien en varkens. En als er dus iets mis is met de honingbij, dan is het eigenlijk, dat blijkt uit al dat onderzoek ook, is het vooral eigenlijk aan zowel het landschap, maar ook de imkers te wijten dat er iets mis is. Dat is minstens de helft van de factor. Dus de kanarie in de kolenmijn zijn meer zeg maar die insecten en die wilde bijen. Want die Precies. geven meer aan dat het hele systeem iets fout zit. Ja. Koos en iedereen, er zijn nog meer vragen. Maar ik weet, Koos, dat jij ook een aantal bijen nog even aan ons voor wilt stellen. Dus ik dacht, misschien kunnen we jou daar even de gelegenheid voor geven. En kijken of we dan nog verder kunnen gaan met de vragen. Ik weet niet of het gaat lukken om op ieders vraag in te gaan, maar zoals ik al zei, we nemen de chat op, dus we zullen misschien met sommige mensen er nog even individueel op terug kunnen komen. Maar kan je ons wat bijen voorstellen, ja. Koos?
Ja, ik zal even mijn scherm delen en dan zal ik even snel een paar bijen laten zien. Als het goed is, zien jullie nu een grote bij in beeld, klopt dat? Ja. Dit is de bij waar we het steeds over hadden eigenlijk. Dit is een jossenbij, zeg maar. Mm-hmm. Dit is de honingbij. Ja. En dat is een hele uitzonderlijke bij eigenlijk. Dus in Nederland is dat de enige die zo in grote volken leeft. En ja, dat is echt een heel erg atypische bij eigenlijk. Er zijn 25.000 soorten in de wereld. En iets van 9 soorten honingbijen. Die hebben iets heel, allerlei hele speciale kenmerken. Want die zijn sociaal, leven in grote groepen, verdedigen samen en zo. Andere, als ik even snel ga. Hier heb je een bij, dat is een veldhommel. Nou, hommels kennen jullie ook wel. Hommels zijn dus ook bijen. Het zijn iets van 25 soorten. Je kan 5-6 soorten in je tuin hebben. En die zijn vliegende teddybeertjes eigenlijk. Die zijn aangepast aan de kou. Je ziet nu de grote hommels rondvliegen. Dat zijn koninginnen. En over een paar weken komen de hele kleintjes. Dat zijn haar dochters. En die dan ontwikkelt dat volk langzamerhand. Hier zie je een veldhommel. En in je tuin heb je waarschijnlijk wel een grote zwarte met een rode kont. Dat is de steenhommel. Die komt vrij veel voor. Of inderdaad de veld- en aardhommel links. Of ook een hele bruine. En dat is vaak de akkerhommel. Dus dat zijn weer verschillende soorten die allemaal beginnen als koningin in hun eentje. Dan een volkje opbouwen. En na 3 maanden is het weer voorbij voor volgend jaar. Maar als je een bijenhotel hebt, dan heb je andere bijen. Dan heb je bijvoorbeeld deze. Dat is de rosse metselbij. Die vindt het heel leuk in van die bijenhotels. Dat heb je vast wel gezien of heb je zelf. Leuke bijen ook. Hè? De mannetjes vliegen nu al heel erg rond. De vrouwtjes komen binnenkort metselen die nestjes weer dicht. En dan volgend jaar komt de volgende generatie uit. Hier zie je nog een hele mooie. Die heet het vosje. En die, als je dus een grasveld hebt, dan heb je vaak bijen daarin die uitkomen. Die nesten namelijk in de grond. En die heet vosje vanwege die bruine kleur. Deze is ook zo'n, dus iets meer dan een centimeter groot. Lijkt een beetje op een kleine hommel. En die zie je nu vliegen. Ook als je appel en peren in bloei hebt en het wordt weer een beetje redelijk weer, zie je ook vaak deze bij vliegen. Die is nu actief. Heb je hier nog een hele leuke. Als je hebt zo'n ezelsoorplant. Die ken je misschien wel in de tuin. Dat is met van die grijze blaadjes. Dat is een stachys voor de kenners. Stachys byzantica. En daar vliegen vaak deze bijen op. De grote wolbij is dat. Fantastisch mooie bij. Ziet er een beetje uit als een wesp. Die mannetjes patrouilleren. Die verdedigen die planten. En die springen op de vrouwtjes. En dan heb je eigenlijk een MeToo in je achtertuin. Meer weet je niet over weten. Maar ik bedoel, die paren samen. En dan hele mooie bijen. Echt heel gave bijen. Kan je zo in je tuin hebben. Dit is ook een leuke. Ziet eruit als een wesp, maar is een wespbij. Dus je hebt iets van 40 soorten van dit soort beesten. En die zijn weer parasiet op andere bijen. Dus die maken niet een eigen nest. Die zoeken een nest, leggen hun eien op een klompje stuifmeel wat die andere bij heeft verzameld. En die larven hebben grote kaken, bijten de andere dood. En dus ook dat doen bijen. Hè? Het zijn niet allemaal schatjes. Hier heb je er nog zo een, ook zo'n parasiet. De grote bloedbij. Nou, die ziet er ook bijna niet uit als een bij, hè, zou je zeggen. Nou, die vindt ook weer nesten van anderen om daarop te parasiteren. En heel veel bijen zijn heel klein. Dit is een maskerbij. Nou, die zegt 4,5 tot 7 millimeter. Je hebt ook heel veel groefbijtjes. Die zitten hier in een klokje. Als je klokjesbloemen of geraniums hebt. Misschien is dit wel een geranium trouwens. Dit is een geranium. Als je die bloemen hebt, dan zie je heel vaak daar bijtjes in zitten. Sterker nog, de mannetjes van de klokjesbijen slapen ook in die bloemen. Mm-hmm. Dus kijk maar eens goed daarnaar, want dit zijn favoriete planten van deze kleine bijtjes. En zo heb je er een heleboel. Deze grote is alweer bijna klaar voor het jaar. Dit is de sachembij. Als je longkruid als plant hebt in je tuin, dan vind je heel vaak deze sachembij. Of als je salvia's in bloei hebt. Zo heb je er een heleboel. Als je nog meer wil weten erover, ga je naar www.bestuivers.nl. Dat is de website die IJs, Kenniscentrum Insecten en Naturalis maakt met anderen. En daar vind je eigenlijk meer dan je ooit wil weten over bijen. Leuk. Dus dat zijn bijen ongeveer. Super interessant. Echt heel leuk, ja. Dankjewel voor deze introductie op de bijenwereld. Zoals ik begrijp is het nog maar een fractie van de bijenwereld. Ja, we hadden geen tijd om ze alle 360 te laten zien. Maar dan zou ik er ook dus 50 kleintjes laten zien die allemaal hetzelfde eruit zien op je scherm. Ja. Maar daar moet je dus echt een microscoop voor gebruiken om die te kunnen herkennen. Ja, ja. Ik ga weer even terug naar de vragen. Ik zie nog een vraag van Annette Kuneke.
Weinig volken bij de boerderijen, maar hoe zit het met de verenigingen in de omgeving van deze standplaatsen? Zijn er dan niet veel volken in de buurt van je standplaats van andere imkers? Dan lijkt het weinig, 3 volken, maar het zijn wel 3 volken meer. Dat is weer een vraag voor Jos. Ja, er zullen op sommige plekken inderdaad imkers zijn met ook volken en andere plekken niet. Ik heb daar niet echt zicht op. Ja. Maar soms gebeurt het wel dat inderdaad imkers van verenigingen gewoon opeens 20 volken langs het hek zetten bij een biologische boerderij. Dat vind ik heel spijtig. Al die reizende honingjagers, dat is waar Koos het ook net over had, bij de biesbos. Ja, dat is een drama. En daar wordt nu wel iets, hè, men probeert door overleg daar iets aan te doen. Maar er zijn hele kwalijke praktijken die soms imkers uithalen. En die nemen geen verantwoordelijkheid voor de rest van de natuur. Mm. En dat is heel spijtig. Ja. En trouwens, de Nederlandse Bijhoudersvereniging, de NBV, die is heel actief ook om dit tegen te gaan. Dus daar werken we heel veel mee samen ook. En dat vind ik wel fijn. Het is niet zo dat zij zeg maar de brancheorganisatie van de bijen van de honingjagers zijn, zoals Jos zegt. Maar die proberen, ja, eigenlijk zijn imkers natuurlijk, ja, die weten al veel van honingbij. Die zijn geweldige ambassadeurs ook voor het bredere verhaal. Mm-hmm. Dus dat kan. Maar ja, eigenlijk heb je dus pech, hè. Als je als Odin-boer al in een mooi gebied zit, dan heb je een grotere kans dat er anderen ook komen om je honing te oogsten. Als je in the middle of nowhere in de Flevopolder een biologische boer bent en daar 3 volken zet, dan zijn dat waarschijnlijk de enige, want er is bijna geen imker die daar zijn volken zal zetten. Ja. Dus dat ligt daar een beetje aan. Ja. Is er nog een vraag of een opmerking van Pieter van Gurp? Verschil solitaire bij tegenover de honingbij is onder andere een massadracht ten opzichte van specialisatie. Mm-hmm. Dat is massadracht, ja. Even voor de duidelijkheid. Nee, ja, honing. Honingbijen die inderdaad, die hebben een hele, die zijn ook, mensen zeggen dan bloemvast, hè? Dus die zoeken eigenlijk, ik zeg altijd, dat werkt op enthousiasme. Dus als ze een grote drachtbron zien, dus heel veel bloemen van hetzelfde, dan gaan ze daar massaal op. Terwijl als je een hommel nu in de tuin ziet, hè, die gaat echt van bloem naar bloem, hè? Die schuimt zo rustig rond. En dat zal een honingbij, die is veel gerichter op grote drachten, dat klopt wel. Okay. Ik kan er wel iets over vertellen, want ja? Ik ben namelijk zo'n onderzoeker die zo gek is dat hij bijvoorbeeld 20 dagen achter elkaar voor zo'n honingbijenkast zit om te kijken wat die bijen doen. Heb ik echt gedaan. In de VS mm-hmm. heb ik daar aan gewerkt om te kijken hoe die honingbijen communiceren. Die dansen bijvoorbeeld, hè? En dan denkt iedereen, oh, die dansen, en dan gaan ze allemaal naar die massabronnen toe. Dus ik heb echt daar, ik had 50 bijtjes die ik nummertjes en kleurtjes had, zodat ik ze herkende. En ik heb 20 dagen lang daar van ochtend tot avond voor zo'n observatiekast gezeten en alles opgeschreven wat die bijen deden. En dan zag ik dus van, deze bij, wit 7, die danst, die volgt deze dans, gaat naar buiten en dan kan ik zien of ze nog nectar of pollen haalt of zo. Daar blijkt uit dat inderdaad, wat je ziet bij die honingbij, wat opvalt, zijn die massa bezoeken. Hè? Als de lindes in bloei staan over een tijdje, bam, dan gaan ze allemaal daarheen. Maar dat gebeurt maar heel weinig. Eigenlijk. Hmm. Dus het grootste deel van de honingbijen, die zitten ook gewoon individueel. Alleen af en toe heb je zo'n enorme, het koolzaad staat in bloei, of de linde, of de reuzenbalsemien in de biesbos, of de hei. Bam, dan gaan ze er allemaal heen. En dat is het verschil. Dat kunnen die anderen niet. Dus de hommels communiceren nooit over wat ze vinden. Terwijl die honingbijen, als ze terugkomen, ze vinden een goed restaurant, dan vertellen ze het iedereen en dan gaan ze erheen. Geweldig systeem. Het lijkt mij zeer meditatief op de een of andere manier om 20 dagen voor een bijkast te zitten. Ja, zeker. Nou, het is, precies. Ja, ik heb dat 3 keer 20 dagen gedaan. Ja, het is echt geweldig. En dingen ontdekt die nog niemand wist van die honingbij, hè? Dat is wel leuk. Okay. Zeker, hartstikke leuk. Dus gewoon veel geduld moet je hebben soms. Ja. Ja. Nou, en daar, vanwege deze eigenschap kunnen wij onze lekkere potjes lindehoning hebben of sinaasappelbloesemhoning of noem maar op. Misschien eventjes dan een vraag daarover, Jos en Koos ook. Wat is eigenlijk de functie van honingbijen dan met name, ook andere insecten, als het gaat om de bevruchting, de bestuiving van gewassen, van planten in het algemeen? Wat is het belang daarvan? Ja, zaadvorming, zou ik zeggen.
Dus daarom worden honingbijen ook heel vaak letterlijk ook ingezet bij de zaadvorming. Bij de zaadveredelingsbedrijven. Dus ja, heel kort door de bocht. Ja, nee, dat klopt inderdaad. En eigenlijk zou je de honingbij kunnen zien als een soort reserveoptie, hè? Een backup. Want idealiter heeft natuurlijk gewoon het landschap genoeg bestuivers om je gewassen te bestuiven. Trouwens zijn 90% van de wilde planten hebben bestuiving nodig en iets van 3/4 van de gewassen. We hebben veel onderzoek daaraan gedaan, aan hoe efficiënt. Ik zag ook een vraag van over metselbijen en wilde bijen, hoe efficiënt ze nou zijn en zo, of hommels. Mm-hmm. Dan blijkt namelijk dat bijvoorbeeld die metselbijen, als je een individu ziet, veel efficiënter zijn dan een honingbij. En een hommel ook veel, voor appelbestuiving bijvoorbeeld. En peerbestuiving, aardbeien hebben we naar gekeken. Alleen het punt is natuurlijk dat die honingbijen wel met heel veel zijn. Dus daarom winnen ze. Wat de truc is, wat blijkt van een studie met 40 gewassen op de hele wereld, hebben we gekeken, wat is nou efficiënter? Een honingbij of een mix van wilde bijen? En dan is bijna altijd die mix van wilde bijen veel efficiënter. Die leveren dus betere oogst op en ook nog stabielere oogst. En dat is niet omdat die honingbij zo slecht is. Nee, die honingbij is eigenlijk, als je één bij moet kiezen, veruit de beste vanwege die communicatie. Maar het is altijd beter om diversiteit te hebben. Mm-hmm. En dat is namelijk om een paar redenen. Kijk, nu is het heel koud. Er staan al die fruitbomen in bloei, is het koud. Nou, die honingbij vindt dat niks hoor. Die gaat heel weinig naar buiten. En dan moet je dus van je hommels hebben. En van je metselbijen en je vosjes. Van die solitaire bijen, want die gaan nog wel naar buiten. Als het nou heel mooi weer is, zondag wordt het 25 graden. Hup, gaan die honingbijen als een gek aan de gang. Ja. Dus je hebt eigenlijk verschillende opties nodig. Plus, ze jagen elkaar van de bloemen. En dat is heel belangrijk, want de honingbij heeft de neiging om alle bloemetjes op één boompje te bezoeken. En dat is natuurlijk geen kruisbestuiving, dat is zelfbestuiving. En dat levert minder goed fruit op. Dus je hebt eigenlijk nodig dat ze elkaar in de weg zitten. Dan vliegen ze vaker een stukje verderop en dan heb je vaker kruisbestuiving. Dus, en dat vind ik zelf heel leuk, want vaak wordt gevraagd, ja, zijn al die soorten nou nodig? Nou, dit is nu een voorbeeld waarin je kan zien dat diversiteit van soorten betere ecosysteemdienst, hè, betere productie oplevert in dit geval. Ja, daarom is het ook zo belangrijk, denk ik, Koos, dat ook bijvoorbeeld de fruittijlers ook bloemen hebben staan in de boomgaard. Zeker, en het grappige is nou dat ze dat bijna allemaal ommaaien. Precies. Dus dan denken ze, hé, die paardenbloemen die staan in bloei, die is competitie met mijn appel. Dat klopt voor een deel misschien wel. Mm. En je hebt, hè, want een appel valt nog wel mee, maar perenbomen, perenbloesem is heel onaantrekkelijk. Die honingbijen gaan niet, ook al zet je je honingbij middenin, gaan ze bijna niet naar de peer. Zo gauw er iets anders is, gaan ze ergens anders heen. Alleen je moet vooral ook zorgen dat je bloemen hebt na die bloei van de fruit, van de fruitbomen. Precies. Want die bijen die hebben een paar maanden nodig om te leven. Dus die moet je eigenlijk een beetje verzorgen het hele jaar door, zodat ze volgend jaar weer met in grotere getalen op je fruit komen. Nou is het zo dat onze eigen boerderij, de Beerse Hoeve, heeft een strook van 6 meter breed en 6 kilometer lang om alle akkers heen. Met inheemse bloemen en planten. Ook echt waardplanten, dus waar insecten heel erg van houden om te blijven en zich te vermenigvuldigen ook. De Beerse Hoeve is een biodynamische boerderij. Jos, kan jij iets meer vertellen over hoe biodynamische boerderijen bijdragen aan biodiversiteit? Ja, nou ja, je geeft al een heel mooi voorbeeld. Maar hè, wat zo'n boer dan doet, waarom doet hij dat? Of waarom is dat ook belangrijk? Vanwege gewoon de plaagdruk, hè? De insectenplaagdruk. Als je wil dat je inderdaad je natuurlijke vijand aanwezig is, dan is het heel belangrijk dat je hem ook nestgelegenheid geeft, et cetera, en zorgt voor voeding. Maar op biologisch dynamische boerderijen moet men minimaal 10% van het grondoppervlak moet als natuur, zeg maar, worden verzorgd. En wat ik heel vaak dan zie, is dat er poelen aangelegd worden, bijvoorbeeld. Of er worden allerlei kleine landschapselementen worden er toegevoegd. Er worden hagen aangelegd. Er worden extra bomen geplant. Nou, et cetera, et cetera. Dus dat zijn hele, ja, voor mij hele, hele biodiverse bedrijven. Plus dat natuurlijk, als je kijkt naar het teeltplan. Vaak heeft een reguliere boer, die heeft maar 3 gewassen. Aardappelen, wortelen en uien. En al 30 jaar lang. Terwijl een biologisch dynamische boer, nou, die heeft veel meer gewassen. Soms wel 40 gewassen.
En daar is een rotatiesysteem. En daar bloeit het een, weet je, op allemaal verschillende soorten, kwalitatief verschillende soorten. Dus een hele rijke biodiversiteit krijg je daardoor. Gekoppeld aan een hele rijke biodiversiteit in die bodem. Hè. Bij biologisch dynamische landbouw gaat het met name, het uitgangspunt is een vruchtbare bodem. En nou, zo. Nou ja, dat klopt. Hè. Je werkt dus meer met de natuur dan tegen de natuur. En hoewel, ik denk dat dus... Ik moest dat ook een beetje opzoeken, eerlijk gezegd, hoor. Wat nou het verschil was tussen biodynamisch en biologisch. En ik denk dat sommige biologische boeren of telers heel erg tegen biodynamisch aanzitten en net zo goed zijn. Maar in principe zijn de randvoorwaarden om biodynamisch genoemd te worden, die zijn iets vriendelijker voor de biodiversiteit. Dat klopt, precies wat Jos zegt. En je kan dus dan buiten je gewas, kan je het zoeken, in akkerranden en zo. Dat is heel belangrijk, want daar heb je natuurlijke vijanden. Dus hoef je weer, heb je minder schade en zo allemaal. Je bijen zitten daar. Of je kan het zoeken op je terrein. Hè, in wat ze nu bij de akkerbouw strokenteelt noemen. Maar ja, dat gebeurt dus bij biodynamisch ook al meer. Gewoon vruchtwisseling. En, en dan zo min mogelijk ook in je bodem zitten te vroeten en zo. Eigenlijk is dat ook beter. Want het systeem, ja, je kan wel indenken. Als je alles omgooit, ja, dan heb je niet echt meer een systeem. Dan gooi je al je schimmels en je goede bacteriën en je insecten en weet ik wat in die bodem weer door elkaar. Ja. Ik wil graag maar even teruggaan naar wat vragen. Ik zie een vraag nog van Pie. Is er ooit wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de veronderstelde concurrentie tussen solitaire bijen en honingbijen? Of is dat uit de duim gezogen? We hebben het al een beetje over gehad, maar misschien kun je nog even kort iets over zeggen, Koos. Ja, er zijn hele duidelijke, heel veel studies over gedaan. Ook een review. Als je echt wil, kan ik nog wel. Hè. Een meneer en mevrouw Mellinger heeft in 2017 een review gedaan. Dat is super duidelijk dat er ofwel is geen effect of er is een negatief effect. Dus is er eigenlijk vrijwel nooit een positief effect. Oké. Okay. Nog een vraag die erop aansluit van Renate. Betekent dat er grote concurrentie tussen de insecten komt omdat de verhouding eruit is en wij mensen ons vooral op de dracht en verbeteren van de omgeving en maaibeleid kunnen richten? Of krijgen nu de honingbijen de schuld van de concurrentie? Nee hoor, wat ik al uitlegde, het is de balans tussen wat het landschap te bieden heeft aan voedsel en hoeveel ervan moeten eten eigenlijk. Dus eigenlijk is dus de armoede aan bloemen en voedsel in het landschap zorgt ervoor dat er meer concurrentie is dan daarvoor. Plus, het is nu heel populair trouwens om honingbijen te houden. Dus het aantal imkers, de imkercursussen zijn niet aan te slepen. Dus allerlei stadsmensen houden tegenwoordig honingbijen. En dat, dus dat zit in de lift. En er is weinig voedsel. Ja, terwijl als er voldoende voedsel zou zijn, dan zou die druk vanuit de honingbijen niet zoveel doen misschien. Nee, dat klopt. Het is wel zo dat de dichtheid van honingbijen in veel gebieden veel hoger is dan de natuurlijke dichtheid ooit zou zijn. En dat, of je dat belangrijk vindt of niet, dat is aan, moet je zelf weten. Maar het is dus niet zo dat we onder een soort natuurlijke dichtheid van honingbijen zitten. Die zijn eigenlijk heel zeldzaam in de normaal. Iemand heeft nu zijn screen gedeeld, dat is ook leuk. Ja, ja, dat is interessant. Hoe dat kan ook eigenlijk. Wie ziet dat dat zo kon? Even kijken of dit... En is weer weg. Oh, we zijn weer terug. Fijn, dank. Misschien nog een opmerking van Pieter van Gurp. Laten we het bloemrijker maken. Daar kunnen we het alleen maar mee eens zijn, denk ik. Ja. Mm-hmm. Ricky Plugboer zegt, bukva's zijn wel dieven. Nou, dat lijkt me een echte opmerking van een imker die kenner is, kennelijk. Nou, maar als ze dieven zijn, dat hangt er vanaf hoe goed je als imker voor ze zorgt ook. Voor een deel. Ja, precies. Niet, Jos? Ja. Nou, dat verwacht ik wel. Ja, zeker. Als jij gewoon, als je zorgt dat die houding erop blijft zitten, dan is er niks aan de hand. Ja. En als je ze gewoon laat hongeren, ja, dan gaan ze erover. En bukvastbijen kunnen dat bijzonder goed. Ja, dat klopt. Nog een vraag van Gertie. Slaat ook weer een beetje aan op het voorgaande. Is het niet zo dat honingbijen op grote velden gebieden vliegen voor nectar en dat juist wilde bijen op individuele planten vliegen? Monoculturen zijn in deze voor honingbijen. Ja, nou dat is dus eigenlijk... Interessant, oh sorry. Nou, het is omdat wij dat zien. Wij zien gewoon veel honingbijen op die linden en zo, maar er zitten ook allerlei andere bijen op die linden. Dus eigenlijk doen al die bijen het individuele forageren. Alleen honingbijen zijn heel goed om die grote bronnen af en toe heel snel leeg te halen. Ja. Precies. Ik zie ook wel een interessante vraag van Marina de Smit.
Hoeveel invloed hebben pesticiden op de insectenwereld? Koos. Nou ja, heel veel invloed, dat is duidelijk. En dan heb ik het niet alleen over die nieuwe pesticiden, hè, die neonicotinoïden, waar zoveel over te doen is. Volgens mij heeft net de EU vandaag een beroep van Bayer afgekeurd. Over het, Bayer wilde dat weer opheffen, dat verbod. Dus eigenlijk, ja, kijk, insecticiden zijn gemaakt om insecten te doden. Dus dat is eigenlijk gewoon punt. Dat is superduidelijk dat die een negatief effect hebben. Het is wel zo trouwens, als ik heb 4 jaar naar honingbijen gekeken en overleving in Nederland. En waar de wintersterfte door komt. Dan komt die eigenlijk niet, lijkt het, door die insecticiden. Die komt vooral over door hoe de imker voor zijn bijen zorgt. Dus okay. door de varroa-mijt. Dus je kan als imker niet meer... Dat is wel grappig. De nieuwe imkers die denken, oh, we gaan natuurlijk honingbijen doen. Dat kan eigenlijk in Nederland heel moeilijk. Omdat die varroa-mijt is er. Dat is een exotische mijt die echt een plaag is in die honingbijen. Dus je moet heel goed imkeren om die eruit te krijgen. Ofwel via chemische middelen of via andere manieren. Ik weet niet hoe Jos dat doet. Maar de onervaren imkers, die verliezen hun bijenvolken. En die verspreiden eigenlijk al die ziektes. Dus dat is... ja, nou ja, goed. Hoe doe jij dat, Jos? Nou, wat ik zie als het gaat om de varroamijt. Dat als de bij, zeg maar, zichzelf gewoon kan ontplooien. En ik hem daarbij ondersteun. Dus dat betekent dat hij vooral moet kunnen zwermen. Bijvoorbeeld, en dat hij kan overwinteren op zijn eigen honing. Dat je inderdaad wel sterfte hebt, maar dat het grootste deel van de populatie gewoon prima er doorheen komt, zonder chemicaliën. Ik hoor verhalen in het buitenland dat het heel moeilijk is, hè? In Duitsland en Zwitserland, en dan dat het soms ook verplicht is om te behandelen. Maar in mijn situatie gaat dat in mijn ogen prima. En daarbij moet ik ook altijd denken aan een uitspraak of een waarneming van Thomas Seely. Die ken jij natuurlijk ook. Daar heb ik gewerkt bij Tom Seely heb ik precies, gewerkt in de Cornwall. Ja, precies. Nou, en Thomas, die ziet gewoon in de natuur dat 80% van de jonge zwermen sterven. En ik zeg dan altijd van ja, dat is niet zonder betekenis. Dus, en wat wij doen als imkers heel vaak, is maar laten overleven. Hè, al die volken laten overleven of we maken ze zelf dood. Door ze samen te voegen, kunstmatig. Dus dat is wel een heel lastig vraagstuk. Dus een zekere sterfte is helemaal niet slecht. Dus maar ik denk vooral wat belangrijk is, dat die dieren zich moeten kunnen aanpassen aan de lokale omstandigheden. En dat we niet te veel manipuleren. Dus dat ze zelf hun eigen raten mogen bouwen. Dat we niet ze castreren door de darren eruit te snijden. En dat we met name ook de bevruchting, zoals blijkt ook uit het literatuuronderzoek, dat het gewoon heel belangrijk is dat we die bijen gewoon zelf niet die bevruchting laten doen. En daar niet storend in werken. Dus niet aan koninginnentel doen. Niet onze bijen ieder jaar onze koningin vervangen. Dat is gewoon helemaal niet nodig. En wat dat betreft zijn eigenlijk al die ingevoerde bijen, honingbijen, gewoon enorme stoorzenders. Die ook meedoen bij dat bevruchtingsspel. Tenzij we dat loslaten. Ik zit in de polder op een plek. Waar een gegeven moment een imkers naar me toe kwam en die zeiden van, mogen we je koninginnen vervangen? Ja, want we hebben last van jouw bijen. Van mijn darren met name. Want er staat dus een teeltstation, dus een bevruchtingsstation bedoel ik, van bukvastbijen. Terwijl het eigenlijk, hè, als het, nou ja, hun werken heel verstorend op de rest, zou ik willen zeggen. Dus nou, dit is misschien een beetje te specialistisch. Maar het interessante is wel misschien tot slot, dat ik dan met zo'n bukvastbijer, bij een man die daar werkt, heb gesproken en gewoon het hele bijseizoen doorgaan rond de vraag, wat is gezond voor bijen? En dan zegt hij, ja, zwermen is gezond, cellenbouw is gezond, natuurlijke bevruchting is gezond, overwinter op honing is gezond. En hij doet het dus eigenlijk allemaal niet. Weet je, dat vind ik zo dramatisch. Maar goed, dat is even... Nee, dat klopt. En dit geeft ook aan dat dus die honingbij is anders dan een koe, kip of varken. Hè? Want daar zet je een hek omheen en dan gaat hij niet weg. Terwijl die honingbij, die heeft eigenlijk een heel landschap waar ze forageren. Dus die is eigenlijk, ja, interfereert aan de ene kant met de wilde planten en dieren. En aan de andere kant ook met zijn soortgenoten. Ja. Dus dat is niet te houden natuurlijk. In Nederland is het veel te klein, zeg maar. Ik heb met Tom Seely dus bij Cornell gewerkt. Hebben we ook de wilde honingbijen gezocht daar en zo. De verwilderde honingbijen. En ja, dat is leuk. Als je iets over honingbijen wil weten, moet je het boek van Tom Seely lezen. Dat heet The Life of Bees, heet zijn nieuwe boek. Of het is vast wel in het Nederlands vertaald. Nou, geniaal. Ja, dit is fantastisch. Ja. Houd ik de beste jaren, beste van mijn onderzoeksjaren heb ik daar gehad eigenlijk. Leuk.
Roos, ik wil nog even iets vragen over die pesticiden. Ja. Want die worden natuurlijk niet voor niks gebruikt in de landbouw. En heel veel boeren zullen zeggen, ik heb dit gewoon nodig. Ik heb dit nodig voor goede opbrengsten. De supermarkt, mijn afnemers, die vragen die goede opbrengsten. We hebben dit misschien ook wel nodig om deze groeiende wereldbevolking te voeden. Biologisch, biodynamisch, heeft allemaal lagere opbrengsten. Het is allemaal heel bewerkelijk. Dus ja, pesticiden zijn gewoon nodig eigenlijk. Ja, nou ja, dat is natuurlijk dat is lastig. Kijk, ik ben maar een groene professor, hè, dus als je een teler bent nu in het huidige systeem, een gewone teler van iets, dan is het heel moeilijk om te schakelen. Omdat dat systeem houdt je helemaal vast in. Als er 10 boeren naar jullie toe komen en zeggen, hé, hey, ik wil biodynamisch, nemen jullie mijn producten af? Dan heb je allemaal regels daarvoor. Dan zeg je, ja, niet morgen, dat duurt misschien een paar jaar of weet ik het wat. Dus het is heel moeilijk om te schakelen. Ook al zijn er best wel veel boeren die dat zouden willen. Dus ze zitten vast in het systeem. Van het systeem van het zaad wat ze gebruiken, de middelen die ze gebruiken, noem maar op. Nou, aan de andere kant heb je ook hele goede voorbeelden van boeren. Even kijken of ik dat boek nog heb liggen hier. Ik heb een heel leuk boek, dat heet Boer doet leven, geloof ik. Met voorbeelden van nieuwe boeren, van landschapsboeren. Mm-hmm. Dus er zijn wel boeren die dat wel gewoon doen, hè? Dus het kan wel. En die wereld voeden, ja kijk, we eten natuurlijk allemaal eigenlijk te veel en we produceren vrij inefficiënt. Dus ik denk dat de wereld voeden, daar moeten we het niet van hebben. Dus dat is niet een argument. Landbouw is in Nederland gewoon export. En dat doen we niet uit ontwikkelingssamenwerking, hoor. Dus als wij met kortere ketens dichter bij huis gaan produceren, en het liefst nog inderdaad richting biologisch of vergelijkbaar, dan is dat veel beter voor ons, veel beter voor ons landschap en voor onze toekomst. En ook veel beter voor de planeet. Maar het is wel heel moeilijk om, als je teler bent, om nu om te schakelen naar zomaar zonder, als je gewend bent om wel die middelen te gebruiken. Ik wil nog even naar een paar vragen teruggaan. Ik zie Renate zeggen, ja, honingbijen zijn bloemvast, dus die vliegen op bloemen, nectar dat veel in de aanbieding is. Wilde bijen zijn opportunistisch en vliegen van bloem tot bloem in een kleiner gebied dan honingbijen. Wil je daar nog iets? Ja. Nou, het grappige is dat al die bijen zijn bloemvast. Hè? Dat is wel grappig. Als je naar een individuele bij kijkt, ja, het is natuurlijk heel moeilijk, moet je eens indenken. Zo'n bij vliegt rond en moet voedsel zien te vinden. Dus als je dan een bloem vindt waar iets in zit, ja, je zou wel dom zijn om dan door te gaan zoeken naar iets anders. Nee, dan doe je namelijk hetzelfde. Dan zoek je meer van die bloemen. Dus alle bijen, individuele bijen, leren heel goed waar voedsel te halen is. Dus die zijn bloemvast in principe. Als ze iets goeds vinden, blijven ze daarop vliegen. Nou is het zo dat als, en eigenlijk is het bij een honingbijenvolk zo, dat ze met heel veel zijn, dat individuele bijen, die doen eigenlijk allemaal hun eigen ding. Maar als volk zijn ze eigenlijk veel diverser, wat Jos net ook al zei, dan andere bijen. Dus ja, ze zijn, dat massale zie je soms dus op koolzaad of linden. Maar eigenlijk zijn al die bijen bloemvast. En je zou wel dom zijn als je dat niet bent, als je succes hebt. Dan zie ik een vraag van Sanne Verhoeven. Welke biologische of biodynamische, uiteraard, producten kun je als consument het beste kopen om de bijen blij te maken of te redden? Misschien een vraag voor jou, Jos? Sorry, ik zat even op mijn telefoon te lezen. Ja, dan mag je de vraag even lezen. Er komt een berichtje binnen over dat de chat niet open staat. Ja, dat moet je zelf doen. Dat moet je zelf doen onderin, volgens mij. Okay. Volgens mij is die gewoon open. Dus ik zie gewoon wel vragen nog steeds voldoende. Oh, maar ook binnenkomen. Oké, wat kun je nog een keer herhalen? Welke biologische of biodynamische producten kun je als consument het beste kopen om de bijen blij te maken, te redden? Ja, ik zou zo niet door de winkel lopen. Ik zou gewoon kopen ik zou bijna het antwoord geven van kijk, wat goed is voor de bij, is goed voor jou. Dus daarmee bedoel ik, eet biodivers. En als jij biodivers eet, dan doe je het ook goed voor de bij. Dus dat betekent dat je fruit eet, dat je groenten eet, et cetera. Ja, en eigenlijk wat we net al zeiden, hè, omdat die praktijk van het biologisch en biodynamisch is zo voordelig eigenlijk voor biodiversiteit vergeleken bij niet-biologisch, dat het eigenlijk alles wat je op die manier koopt aan biologisch biodynamisch is goed voor bijen en andere biodiversiteit, vergeleken met de niet-biologische. Dus als je Ghana wil helpen, dan moet je biologische cacao kopen.
Of chocola. En als je een ander, je kan kiezen welk landschap je stimuleert met je koop. Ook nog. Oké. Ik zeg trouwens inderdaad net dat de chat om de een of andere reden uitstond. Nu komen er dus weer chats binnen. We hadden ook nog een paar chats staan. En we gaan ook al richting 9 uur. Maar laten we even kijken hoe ver we kunnen komen. Mari? Ja? Misschien nog de vraag naar onze samenwerking. Of wat we voor elkaar kunnen betekenen. Ja, laten we die inderdaad stellen. Dat was een vraag waar wij het van tevoren ook al eventjes over hadden. Wat zouden Odin en Naturalis voor elkaar kunnen betekenen? Nou ja, ik kwam op die vraag omdat wij willen heel graag de natuurwaarde in beeld brengen op de boerderijen. En daar gaan we zeker op twee boerderijen gaan we dat doen. Maar ik dacht, ja, zou Naturalis ons daar niet ontzettend goed bij kunnen helpen, Koos? Dat is überhaupt, hè? Dat... Ja. Hoe kan... Ja. Nou ja, dat zijn de type dingen die wij natuurlijk wel doen bij Naturalis. Dus wij vertellen het verhaal. Je kent onze T-Rex in het museum. Dat hopelijk binnenkort weer... We zijn trouwens Europees Museum van het Jaar geworden, hoorde ik net via de mail. Dus daar moet je zeker heen komen. Maar met onze kennis proberen we te zorgen dat biodiversiteit beter in kaart gebracht kan worden. En dat kan je als individu ook heel goed doen. Dus het lijkt me leuk om erover na te denken hoe we dat doen. We gaan dat ook bij... misschien heb je gehoord dat er een project Rotterdam de Boer op is. Dat is een project van natuurmonumenten en allerlei organisaties rond Rotterdam. Om te kijken of die stad niet kan zorgen voor die transitie in die landbouw. En er doen ook herenboeren en allerlei andere partijen mee. En daar gaan we ook monitoren. Je kan dus bijvoorbeeld, ik weet niet of jullie, iedereen heeft wel een telefoon. Als je de app Ops Identify downloadt. Dat is een app waarmee je gewoon foto's kan maken van planten, dieren, paddenstoelen, noem maar op. En dan via de beeldherkenning software die wij gemaakt hebben met Naturalis, zegt hij je wat voor naam, wat voor insect of beest het is, of plant. Dus op die manier zouden we best kunnen, de vrijwilligers, de mensen op de boerderij kunnen dat zelf doen. Wij kunnen natuurlijk ook helpen met monitoren. Maar dat is meestal duurder dan als je het zelf doet. Maar in ieder geval is het wel... Ik vind het ook altijd, meten is weten. Hè? Dus het is heel belangrijk om niet gewoon te zeggen, wij doen het goed, maar ook om dat te meten. Ik heb nu iemand die bijvoorbeeld in de Bollenstreek, dan zijn ze bezig met een bijenlint. Nou, daar valt nog wel wat te verbeteren hoor, in de Bollenstreek. Dus wij zijn nu een nulmeting aan het doen. En de komende jaren gaan mensen daar aan de gang. Dus de gemeentes, maar ook allerlei organisaties. En dan kunnen we ook het verschil laten zien. Nou Koos, jij kan vast wel een mooi prijsje voor ons regelen, denk ik toch? Volgens mij als we dat echt willen, moeten we ergens bedenken waar we het goed op kunnen zetten. En daar kunnen we wel iets over bedenken. Ja, zeker. Ja, mooi. Ik zie nog een vraag van Renate. Wordt de rosse metselbij nu meer ingezet voor de bestuiving dan de boomhommel? Ja, zeker. De boomhommel wordt eigenlijk niet gekweekt. En de rosse metselbij wel. Ik zag net ook knuffelbijen.nl in een andere. Mandy schrijft dat. Knuffelbijen.nl, hele leuke website trouwens. Maar de man die dat gemaakt heeft, die kweekt inderdaad knuffelbijen, dus die metselbijen, voor de bestuiving. En die metselbijen, dat zijn cocons, worden dat. Daar zitten die poppen in. En die verkoopt hij aan blauwe bessenbestuivers en peer- en kersenbestuivers. En die hebben goede bestuiving erdoor. Dus die metselbijen die zijn heel goed te kweken en worden daardoor veel meer ingezet dan de boomhommel. De aardhommel wordt wel veel ingezet. De aardhommel heb je wel eens gezien, daar kan je van die doosjes van kopen. Als je een teler bent, niet als particulier. En dan, door alle tomaten in de kas worden bestoven door hommels, bijvoorbeeld. Honingbijen kunnen dat niet, namelijk. Oké. Okay. Ik zie nog een leuke vraag van Anneke Winia. Nog even over de nectar. Heeft de ene bloem of boom betere kwaliteit nectar dan de andere? En heeft bio bloem of boom een betere kwaliteit nectar? Het eerste, ja, eigenlijk hebben allerlei bloemen verschillende typen nectar. Dus verschillende suikers, verschillende concentratie in de bloem, verschillende hoeveelheden. Die reuzenbalsemien, dat is een invasieve exoot noemen we dat dan, een invasieve soort uit het buitenland. Die heeft ontzettend veel nectar. Dus daarom vinden honingbijen, vinden impers dat zo leuk. Is biologische nectar gezonder dan niet-biologische? Het is wel zo dat resten van pesticiden en andere dingen kunnen in principe wel in stuifmeel en nectar komen. Dus
in die zin, ja, het klopt. Als er dus inderdaad resten van pesticiden in stuifmeel en nectar zitten, dan gaan bijen daar wel van dood. Ja. Misschien nog een vraag van Renate. Wat is natuurwaarde? Wat moet ik mij daarbij voorstellen? Een bord? Ja, wat wij... Een bord? Nee, natuurwaarde is... kijk, het is... Een boer vroeg laatst van, is mijn bedrijf compleet? Dat vond ik wel een hele mooie vraag. En dus het betekent eigenlijk dat je gaat inventariseren alle planten, alle dieren, alle flora en fauna die daar voorkomen. En dat je gaat kijken naar, zeg maar, de kansen die daar liggen. En dus we zullen daar gewoon, de kansen. En dan hoop ik dat we daar ook met de coöperatie aan kunnen werken. En het zou natuurlijk leuk zijn dat we dat nu eerst beginnen met met een professioneel iemand. Maar dat we dat later met leden kunnen doen. Dus ik wil iedereen in deze chat uitnodigen. Van als je dat leuk lijkt, geef het even aan in de chat. En wat je bijdrage zou kunnen zijn. Dan kunnen we daarop terugkomen. Ik zie trouwens nog, er wordt gevraagd naar de app. En ik zie dat Alice in Wonderland als laatste de app op de Apple Store in ieder geval nog even noemt. De OBS Identify. Ja. Dus dat is ook in ieder geval de manier waarop je het schrijft. Ja, precies, ja, heel goed. Heel goed. Ja. Ja. Nou, als Alice in Wonderland het zegt, dat vertrouw ik altijd. Ja. Zeker. Initiatief van de knuffelbijen werd al genoemd. Het is trouwens nu 9:00, dus ik denk dat we zo wel langzaam naar een eind gaan toewerken. Kunnen we de landelijke imkerbonden niet bewegen om te stoppen met beginnerscursussen bijhouden? Vind ik een hele leuke vraag. Ik geef zelf ook imkercursussen, dus ik voel me wel aangesproken. Natuurlijk biologisch dynamische imkercursussen. En het leuke is dat de meeste mensen daar gewoon puur komen. Vaak om hun eigen tuin te verbeteren. Sommigen, een derde zal ongeveer gaan imkeren. Dus dat is heel, heel beperkt. Plus waar ik ook natuurlijk heel blij mee ben, dat het echt natuurlijke imkers zijn. Hey, en Mari, ik zie nog één vraag die alleen aan mij gesteld is. Daarom zie jij hem niet. Van Ethel. Aha. En Ethel vraagt, hallo Koos, kun je me uitleggen waarom de ene bij linksom loopt tijdens bezoek van een bloem en de andere juist rechtsom? Ik heb van beide een filmpje. Nou, dat is leuk dat je dat zegt. Ik vermoed namelijk dat dat wel dan andere individuen zijn. Kijk, die bijen die moeten alles zelf leren. Dus bijen zijn geëvolueerd om optimaal snel te kunnen leren in een veranderde omgeving. Dus het is meer toeval dat de een dan heeft geleerd het linksom te lopen en de andere rechtsom. En dus ik vermoed heel sterk dat het andere individuen zijn. Want als, nogmaals wat ik eerder zei, als ze eenmaal linksom geleerd hebben in het werk, blijven ze dat waarschijnlijk wel doen. Ik wil zo naar een eind toe gaan. We kunnen helaas niet op alle vragen nog ingaan. Maar ik wil eventjes terugkeren naar de beginvraag. En met name, wat kan ik of wat kunnen wij als consumenten nu dan eigenlijk doen? Kunnen wij met biologisch de bij en andere insecten redden? Jos, jij misschien eerst? Kijk, 20 mei, dan zal ik het dus over zeg maar, je eigen tuintje hebben. Dus daar kun je beginnen. En je biologische tuintje. En ik denk dat we inderdaad heel veel doen al als we biologisch eten en biologisch dynamisch eten. Ik denk dat we daar een hele goede, ons geld goed besteden. En onze aarde daar gewoon een groot, plezier vind ik een beetje waardeloos woord hier in dit kader, maar dat we gewoon iets zinnigs doen, zeg maar. Een goede bijdrage leveren, absoluut. Koos, eet jij zelf biologisch of biodynamisch? Ik eet voor een redelijk deel biologisch, maar niet 100%. En dat is meer gewoon, ja. We hebben ook heel lang wel zo'n B-box gehad, bijvoorbeeld. Dat is allemaal biologisch en zijn we verhuisd en nu hebben we dat niet meer. Dus ik kies dat, maar ik heb bijvoorbeeld hier ook een aantal kaasboeren vlakbij. En die doen niet alles helemaal biologisch, maar ja, dat is weer op een andere manier denk ik van ja, dat is toch wel fijn als ik die stimuleer die ook dat doet. Dus eigenlijk moet, je vroeg net, wat kan je doen? Eigenlijk kan je dus, je moet zoeken wat bij je past ook eigenlijk. Het gaat om de planeet en je landschap en daar heb je invloed op als consument of als onderzoeker of als je stemt of als burger op alle manieren, als vrijwilliger met wat je doet. En wat je in je tuin zet, je kan op allerlei manieren in principe dat doen. En om alles te doen is, ik ben niet zo consequent. Hopelijk, misschien van sommigen van jullie wel. Maar dat is best ingewikkeld. Kies wat bij je past.
En doe het bewust. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Maar met bio kan je zeker verschil maken in hoe ons landschap eruit ziet. En nu en in de toekomst. Dat lijkt me hele mooie afsluitende woorden. Ik wil Jos en Koos van harte bedanken voor hun bijdrage aan dit webinar. In het kader van de Odin Mijn Maand Bij Maand. De conclusie is volgens mij ja. Je kunt met biologisch en biodynamisch de bijen en andere insecten redden. Dus koopt biologisch, zou ik willen zeggen. En ook zeker biodynamisch. Want dat is volgens mij een hele eenvoudige, een hele goede manier om dus de insectenwereld en de hele biodiversiteit te ondersteunen. Ik wil u graag nog verwijzen naar een paar andere activiteiten in het kader van onze Mijn Maand Bij Maand. Op 13 februari brengen wij een video uit over biodynamisch imkeren, over wat het eigenlijk is. Daar zal Jos dan kort over vertellen. Dus als je onze website of onze nieuwsbrief in de gaten houdt, dan kom je die vanzelf tegen. We noemden net ook al eventjes het webinar op 20 mei, wat Jos zal geven wat heel praktisch gaat over de vraag, hoe help ik de bij in mijn eigen omgeving? Dus als je daarin geïnteresseerd bent, wat kun je in je eigen tuin doen, wat kun je misschien met je gemeente doen of in je eigen buurt, dan zou ik daar zeker me voor aanmelden. Dat kan ook via onze site natuurlijk. Als je meer informatie wilt over onze imkerij, of misschien wilt bijdragen aan de imkerij door vriend te worden, of iets anders wilt weten, dan kun je bijvoorbeeld je mailadres in de chat achterlaten. Je kunt natuurlijk ook, dan nemen wij even contact met je op. Of je kunt naar onze website gaan en je gaat naar de pagina over de imkerij. En dan zie je wat je allemaal doet en ook hoe je de imkerij kunt steunen. Je kunt eventueel zelf je aanmelden voor een cursus. Misschien als je al imkerervaring hebt, zou je hulpimker kunnen worden. En ook echt praktisch mee kunnen werken op een van de 26, 27 boerderijen waar bijen staan. Odin bijen. Dus ik wil je daar graag voor uitnodigen. En ik wil vooral ook gewoon iedereen die hier aanwezig was, die meegekeken heeft, meegeluisterd heeft, bedanken voor de aanwezigheid. Ik zie dat, en dat vind ik wel leuk om op te merken, dat van de zo ongeveer 60 deelnemers er ook bijna niemand is afgehaakt in de tussentijd. Dat zegt ook altijd wel wat, want je ziet altijd mensen erbij komen en dan weer weggaan. Maar dat het was kennelijk entertainment genoeg, zal ik maar zeggen. Of in ieder geval interessant genoeg. Dus ook ontzettend bedankt namens Odin aan iedereen die deelgenomen heeft. Ik kijk nog even door de chat heen. Ik zie bedankjes staan en word vriend van de Odin Imkerij. Nog meer dank jullie wel. Ook dus aan Koos en Jos natuurlijk. Anneke geeft zich al op voor 20 mei. Als je dat nog even via de website wil doen, Anneke, dan zou dat heel erg fijn zijn. Ik wens jullie allemaal een hele goede avond. Dank nogmaals en heel graag tot een volgende keer. En koop biologisch en biodynamisch. Ja, dankjewel. Dag allemaal. Dankjewel, Koos. Tot ziens. Tot ziens. Sla jij de chat nog op? Ik ben jou net aan het appen dat ik even niet zie. Dat is rechtsonder. Ja, precies. Bij die drie puntjes. Ja, een safe chat, juist. Ja. Ja. Ja, klopt. En dan maakt hij er een bestand van. Ja, heeft hij gedaan. En de recording kun je uitzetten. Ja, dat ga ik doen. Oké. We spreken elkaar weer. Ja, we spreken elkaar weer. Oké, ja. Mari, dankjewel hè. Graag gedaan. Oké. Hey, tot ziens. Tot ziens allemaal, mensen die er nog zijn. Allemaal.
Dag.